Hallo mensen, GroenVolgers snel. Oh, zo. Tering. Hallo mensen, GroenVolgers snel. Met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. Oh, krijg nou helemaal. Blijf nou daar zitten. Ja? Ja, blijf je zitten. Een nieuwe video over FIFA 17 informatie. Want ik ben zo ongelooflijk hype voor FIFA 17. Want FIFA 17 gaat denk ik de beste FIFA ooit worden. Ik heb met een paar mensen gesproken die het spel gespeeld hebben. Die hebben ook wat foto's voor mij gemaakt waar ik ja, wat dingen kan zien. En dan ga ik jullie allemaal vertellen. De foto's zelf kan ik niet laten zien, want ja, dan wordt EA heel boos. In ieder geval, als je deze video zou kunnen liken, dat super anders zijn. Doe een duimpje als je ook zin hebt in FIFA 17. Hoi. Nee, maar het wordt echt fucking lachen. In ieder geval, er zijn dus die twee nieuwe game modes zijn uitgekomen. Eentje is FUT Champions en die andere is die Squad Builder Challenge ding. Raoul heeft het allebei een video over gemaakt over die twee dingen. Dus die kan je kijken. Ik zal er vooral een linkje in de beschrijving zetten. Maar ik zal dat FUT Champions nog even iets beter uitleggen. Je moet dus eerst om aan het weekend toernooi mee te doen, wat dus 72 uur duurt. Het duurt 72 uur en daarin kan je 40 poeien 4 spelen. Fucking idioot, wie doet dat? Maar oké. Okay. Maar in ieder geval, zeg maar, zoals je nu in beeld krijgt te zien. Dit zijn dus de prijzen die je kan winnen. Dit is natuurlijk nog niet zeker. Je ziet al hoe het eruit ziet en dat de prijzen echt insane zijn. Stel je voor, je speelt dus een weekendje FIFA en je speelt even lekker. Dan kan je misschien wel 15 potjes winnen. Ja, je moet niet vanuit gaan dat je 40 potjes wint, want dat is natuurlijk echt kansloos. Maar als je dus 15 potjes wint, dan krijg je... Ik heb het hier ook naast mij liggen. Dan krijg je gewoon 25.000 coins, een 100k pack en een 35k pack. Dat is echt fucking nice. En regen met nog een partijtje hard, jongen. Ik weet niet of je het hoort. Maar in ieder geval, die prijzen zijn dus echt fucking nice. En ik ben er zo hyped voor. Want dit maakt FIFA zeg maar altijd nog leuk dan om te spelen. En met die daily tournaments, waarvan je er minimaal eentje moet winnen. Zodat je een soort van entree ticket krijgt om mee te doen aan het echte. Daar krijg je ook gewoon een prima prijsje voor. Er is allemaal helemaal niks mis mee. Er komt hier het volgende, wat ook lachen is. Wat ik mij afvroeg, is dat jullie hebben die pack en de major waarschijnlijk allemaal wel al gezien. Als ik hem kan vinden op het internet nog, als ze hem niet downgehaald, dus waarschijnlijk mocht het gewoon. Die pack animation is echt fucking dope, die met Royce. Die is echt gewoon fucking ziek. Maar ik voel me af of je dat met elke speler zou krijgen, of alleen met hele goede spelers, zeg maar. Want het zou wel kut zijn, want het duurt echt 12 seconden of zo. Het zou wel kut zijn als je dat bij elke speler zou hebben. Want ja, bij van een 75 speler die 12 seconden lang zo om je heen komt lopen, daar heb je natuurlijk geen zin in. Wat dus nu blijkt, is dat de top 50 spelers, de 50 beste spelers op dat moment in FIFA, die krijgen zo'n speciaal loopje. Maar dat is dan niet, zeg maar... als je zo'n ratinglijst hebt, dan de 50 hoogste rated. Maar zeg maar, ik denk, als het er 50 zullen zijn, de 4 beste keepers, de 4 beste rechtsbacks, de 4 beste centerbacks, of de 8 beste centerbacks of zo. Zoiets zal het zijn. Maar het is dus niet zo dat, even kijken, moet ik even met een goed voorbeeld komen. Kijk, misschien een 86 Cam, die zal niet zo naar voren lopen. Maar een Dani Alves wel. Ja, Dani Alves is ook best hoog, hè. Wie is de beste rechtsback na Dani Alves? Geen flauw idee. Maar in ieder geval, Dani Alves zal dus wel zo lopen. En misschien wel James Rodriguez niet. Dus zo moet je het een beetje zien, zeg maar. Ik hoop dat jullie het snappen. Misschien ben ik wel ziek of duidelijk. Ja, sorry dan. En dan, om deze video nog even leuk af te sluiten, heb ik nog wat ratings voor jullie. Gewoon spelerratings waar ze zeg maar nu op staan. Kan nog omhoog gaan, kan nog omlaag gaan. Maar hier zal het wel een beetje omheen gebaseerd zijn. Er waren ook al player ratings, zeg maar, van de mensen die het op Gamescom gespeeld hadden. Maar die sloeg echt helemaal nergens op. Daar was de GEA 91 en zo. Dat was natuurlijk niet legit. Maar ik heb nu de ratings die nu in de beta zitten. En die kloppen meestal wel met de echte ratings. Dus dat is op zich wel lachen. Ik mag opnieuw geen screenshots laten zien. Want als je even iets vanuit de beta laat zien, dan word je ongeveer vermoord. Ja. Ja, zo eerlijk kan ik wel zijn. Oké, deze ratings van deze spelers zijn dus nog niet geconfirmed. Maar ze zullen hier wel in de buurt van zitten. De dingen die mij het meest opvallen is dat Ribéry gedowngrade is. Dat is eigenlijk helemaal niet raar, maar volledig terecht. Hij wordt waarschijnlijk 86 reden, terwijl je eerst... Dit jaar was hij 87 volgens mij. Ik vind 86 eigenlijk nog steeds te hoog. Voor mij had hij wel 85 mogen zijn. Want ik vind hem dat toch een overhypte voetballer. Maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Renato Sanchez, die nieuwe, die wordt 76. Wat op zich wel een redelijke rating is. Hij was echt fucking slecht in de WK-finale. Dat was wel grappig, want Raoul zei van... Ja, die Renato Sanchez is echt goed. Toen zei ik van, nee, hij is echt slecht. Toen gingen we op hem letten. En toen maakte hij echt gewoon alleen maar fouten, zeg maar echt idioot. Dus dat was wel grappig. Ja, echt een kut verhaal. Oké, nou, door. Voor de rest zijn de ratings ongeveer gewoon hetzelfde. Lewandowski is 88 en voor de rest, bij Bayern zijn de ratings ongeveer wel gelijk. Dan bij Arsenal heeft Sanchez geen upgrade gehad. Sommige mensen hadden dat misschien wel verwacht, maar hij had niet zo'n heel goed seizoen volgens mij vorig jaar. Gewoon wel decent, maar niet heel bijzonder veel geblesseerd geweest. Özil is wel een 88, dus dat is wel lekker. Maar die was geen 88, toch was het wel. Volgens mij was hij 87 dit jaar. Die heeft een upgrade gehad, dat is wel nice. En voor de rest ook geen hele grote veranderingen daar. Wat wel leuk is dat Hazard eindelijk gedowngrade is. Ook al was Hazard natuurlijk wel beter dan Neymar volgens Milo. Echt, hoe kan je dat zeggen? Oh mijn god. Hij wordt waarschijnlijk 88, dus dat is eigenlijk van, ja...
87 was denk ik terecht geweest, maar 88, oké, weet je. Kan er mee door, hij is in ieder geval gedowngrade. Ook Oscar is gedowngrade, die is nu 82. Volgens mij was hij dit jaar zelfs 84, maar die is dus ook gedowngrade. En Willian is volgens mij nog steeds 83, dat is wel raar, want die had volgens mij wel een goed seizoen. Maar ja, ik weet niet. Bij Manchester City is wel één dikke downgrade geweest voor, dat is helemaal niet dik trouwens. David Silva is nu 86 in plaats van volgens mij 87 vorig jaar, dus die wordt echt steeds slechter. De Bruyne is, in die dingen die ik gezien heb, nog steeds 86, maar het lijkt me echt raar. Hij moet toch echt wel minimaal 87 geworden zijn, want hij was echt goed, hij was echt goed. En dan hebben we Agüerootje 88, volgens mij heeft hij plus 1 gehad, dus dat is wel prima. Maar ja, niet heel bijzonder. Ibra blijft waarschijnlijk 89. Er waren screenshots dat hij 90 was, maar dat was dus van op Gamescom. En daar klopt gewoon echt geen reet van. Een 85 Mkhitaryan, wat echt lekker is, dat is echt... Ik vind Mkhitaryan sowieso echt fucking goed op FIFA. Zeg maar dit jaar ook al. Dus het wordt echt lachen volgend jaar. En laatste speler, Pogba. Iedereen wil het weten. Ik denk dat dat ook wel klopt. Dat hij 87 rated is. Nou ja, dat staat hier ook. En ik denk het. Dus ja, dat is een beetje... Dat is wel lekker. Ja, 87 Pogba. Waarschijnlijk 5-star skills. Ja, dat is wel lekker. Dat is wel lekker. Maar in ieder geval, mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ja, willen jullie meer van die ratings horen en meer van FIFA 17 dingen? Laat zeker achter in de comments hier beneden. En dan hoop ik jullie te zien bij mijn volgende video. En zeg gelijk weer geabonneerd de volgende keer. Doei. Later.